welkom weer bij een nieuwe video van Made by Siem. Vandaag wil ik het heel graag met jullie hebben over het allernieuwste boek van Imke. Ik ben persoonlijk super trots op Imke. Imke en ik hebben elkaar ongeveer een jaar geleden leren kennen. Op de beurs in Rijswijk, op de stand van Desiree. En ik had natuurlijk al wel vaak al van Imke gehoord, maar ik kende haar nog niet persoonlijk. En ik woonde toen nog in Lobith. En toen ben ik op een gegeven moment verhuisd naar Westervoort. En Imke woont nu bij mij om de hoek. Dus ik zie haar heel af en toe. Heel druk, zij druk, ik druk. Dus dat komt er niet heel vaak van, helaas. Maar dat ligt denk ik ook een beetje aan mij. Dus we zien elkaar zo nu en dan. En weet je, ik ben gewoon super, super trots op haar. Nou, dat wilde ik even gezegd hebben. Dus Imke, met deze. 21 september was de dag dat haar boek uitkwam. De boeklancering. En de boeklancering die vond plaats door haar uitgekozen locatie. En dat was bij een winkel in Arnhem. Breikunst. Daar ga ik je straks nog wat meer over vertellen. En daar waren een best wel heel veel mensen aanwezig. Zo nu en dan kwam er iemand binnenlopen en dan ging er weer iemand weg. En het was een gezellige drukte. En Imke zat daar aan tafel haar boek te signeren voor degene die het boek daar in de winkel kochten. En ik heb hele lieve en leuke mensen gesproken. Ja, weet je, als je haar dan daar zo ziet zitten en ze is... Ja, ze straalde gewoon echt. En terecht. Haar boek is echt super, super gaaf. Wij kregen daar, als je het boek kocht, kreeg je daar een goodiebag bij. Maar toen ik thuis kwam, toen heb ik eigenlijk gelijk mijn goodiebag uitgepakt. Dus ik weet niet helemaal meer zeker of nou dit wel hetgene was wat er allemaal in zat. Ik weet dat er nog een visitekaartje in zat van Renske. Renske is namelijk testhaker geweest van Imke. Maar die heb ik ergens neergelegd. Maar oké, ik denk onder mijn stapel hier. Maar ik kon hem niet zo snel vinden. Dus sorry, die heb ik heel even achterwege gelaten. In de goodiebag zat... De goodiebag zelf was zeg maar dit tasje. Dit is een super, super leuk tasje. Dit is dan de verpakking. En dan zit hier zeg maar gewoon zo'n tas in. Dus ik heb deze tassen eigenlijk altijd aan mijn gewone tas hangen. Dat hoef je geen plastic zakje te kopen als je bijvoorbeeld gaat bolshoppen. Maar dan kan je het mooi in zo'n tas doen. Dus daar zat het boek in. Want ja, Scheepjes. Het boek is uitgegeven door uitgeverij Scheepjes. Dus ja, die link is dan snel gelegd. Daar zat een notitieboekje in en een pen. Het kaartje van Imke, niet te vergeten het boek. Maar daar zat ook een pakketje in. Met 3 bolletjes Katona. En oogjes. 5 mm veiligheidsoogjes. En... met dit pakketje kan je 1 van de kleine patroontjes uit het boekje, of uit het boek, kun je haken. Er staan in het totaal 10 figuren in het boekje, plus het bijtje. Nou, bij het bijtje, daar zit een apart verhaal achter. Een super mooi verhaal eigenlijk. Maar ja, als je dan wil weten wat het verhaal is, dan moet je het boek kopen. Ja, ga ik je niet vertellen, dat is echt iets... Wat juist zo leuk is, ook in het boek, om dat te lezen. Zodat je nog meer die beleving krijgt van de figuren in het boek. Ik ga dit heel even aan de kant schuiven. Zo. En dan ga ik samen met jou even een paar dingen laten zien uit het boek. Zoals ik al zei, er zijn 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 knuffeldieren. Die Imke ontworpen heeft. Plus een klein bijtje. Die je dan kunt maken met 3 bolletjes Katona. Mini Katona. Het boek is heel mooi vormgegeven. Alles, weet je. Voor mij klopt het gewoon.
Ik sloeg het open en ik dacht, ja, dit is het. De knuffeldieren zijn, de lijfjes daarvan, die zijn gemaakt met African flowers. Zo noemen ze dat patroon. En een African flower heeft de vorm van een hexagon. Die hexagon, dat komt in het boek steeds vaker voor. Of steeds vaker, dat komt in het boek voor. Ik zal je wat laten zien. Imke heeft voor mij, toen ik het boek gekocht had, het boek gesigneerd. Of ik heb het niet gekocht. Lennart heeft het voor mij gekocht. Zo lief. Voor mij gesigneerd. Ze heeft het gesigneerd met Simone. Ze vroeg mij, zal ik hem signeren met Simone of met Siem? En toen heb ik de keuze bij haar gelaten. Siem is natuurlijk degene die jullie kennen. En Simone is degene die ik ben in mijn privéleven. Alhoewel mijn vrienden me ook Siem noemen. Maar goed, dat is de naam die mijn papa en mama mij gegeven hebben. En toen had zij zoiets van, weet je, ik zet Simone neer. En dat vind ik super bijzonder. Dus heel leuk. Nou, dan krijg je dit blad. En dan de volgende, dat is het voorwoord. Daar vertelt Imke het een en ander, waarin ze ook, zeg maar, datgene, ik hou mijn hand een beetje op, een beetje datgene vertelt over het bijtje. Maar dat, als je dat wil weten, dan verwijs ik je naar het kopen van het boek. Dan heb je hier de inhoud. Dus dan zie je welke dieren er onderin staan. De knuffelbij, de leeuw, schaap, varken nummer 4, eend nummer 5, knuffel eenhoorn nummer 6, knuffel nijlpaard nummer 7, knuffel muis nummer 8, knuffel kangaroo nummer 9, knuffel draak nummer 10. En een dankwoord. Heb ik nu goed geteld? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, dan zijn er dus 10. Kijk, ik zie. Tadaa. Dit is hetzelfde. Er staan 10 patronen in het boek. Dit is de kangaroo en die is groter dan die. Zie je dat? Het zijn gewoon de twee dezelfde, maar net even anders. Dus er staan 10 patronen in het boek. En die grote, dat is een pyjama zak. Zo leuk, echt zo leuk. En dan is dit de laatste pagina die ik je voorlopig kan laten zien. Je ziet hier ook dat alle foto's staan in die hexagons. Zie je dat? Super, super nice gedaan. Echt, kijk dan hoe waanzinnig. Ik vind ze zo leuk. En als ik dan een keuze zou moeten maken, zeg maar, dan zou ik denk ik kiezen voor die eenhoorn. Die vind ik zelf echt heel erg leuk. En ik vind het draakje vind ik ook super leuk. Ja, ik vind ze eigenlijk allemaal leuk. Super leuk. En de volgende pagina kan ik al niet meer laten zien. Want op de volgende pagina begint al de uitleg van de steken. Hoe je dingen moet doen, hoe je dingen aan elkaar moet haken. En dat gaat het hele boek eigenlijk zo door. Er staan nog wel een aantal, ik ga even kijken, hele mooie foto's in. Ik weet niet of het mag, maar ik ga het gewoon de gok wagen om toch ergens één foto te laten zien. Ik vind het zo mooi. Dat echt, weet je, kijk dan. Kijk dan hoe gaaf. Dat is toch leuk? Dat is toch gaaf als je een cadeautje maakt voor iemand. Of als je zelf een kindje verwacht. Of waarom een baby, weet je? Maar je kan hem ook voor een wat groter kind maken. Of gewoon lekker voor jezelf. Ik bedoel, ja, ik word hier ook blij van hoor. Dus ik denk dat ik er gewoon lekker één voor mezelf ga maken. En misschien wel met wat dikke garen. Ik weet het nog niet. Maar ik vind ze super, super gaaf. Het boek is te koop. Je kan hem kopen via de website zelf van Imke. En dat is Creemtions. En ik zal de link daarna even hier beneden in de beschrijving van de video zetten. Je kan hem ook kopen bij de Betere Boekhandel. En er zijn ongetwijfeld nog meer webshops waar je hem kan aanschaffen. Dus wat mij betreft zeker een aanrader. Zeker doen. Dan wil ik nog iets vertellen over breikunst. De eigenaresse van breikunst, dat is Louise.
En ik was al een keer eerder in die winkel geweest. En de manier waarop ik de wol in mijn kamer hier boven, waar ik film en waar ik meestal haak en de patronen bedenk. Die heb ik op een bepaalde manier gesorteerd. Ik heb namelijk alles op kleur gelegd. En dat idee heb ik van Louise van Breikunst. Toen ik daar voor de eerste keer kwam, had zij al haar bolletjes allemaal op kleur liggen. En dat vond ik zo gaaf. Dat vond ik zo leuk. Dus dat idee heb ik overgenomen. Heb ik het trouwens ook verteld. En was gewoon leuk. Ik vond het ook super leuk om haar weer even te spreken. En wat blijkt nou? Ze gaat verhuizen. Haar winkel gaat verhuizen. Het is nu dat ik dit film, is het 3 oktober. En haar winkel waar die nu is, sluit 6 oktober. En op 9 oktober opent de winkel op de nieuwe locatie. En dan ga ik even kijken. De nieuwe locatie is in de Wielakkerstraat in Arnhem. En dat is een zijstraat van de Hoofdstraat. En de Hoofdstraat, de meeste mensen die in Arnhem zijn, die weten dat wel. En volgens mij was het Wielakkerstraat nummer 2. Dit is nog het oude adres. Wil je dat allemaal volgen? Facebook.com/breikunst of www.breikunst.nl. En daar kan je dan volgen hoe het gaat met de nieuwe winkel. En wanneer die, 9 oktober gaat die open. Maar er komt volgens mij nog een officiële opening. Dus super, super leuk. Ik zou zeggen, als je een keertje in Arnhem bent of je woont in Arnhem, ga daar zeker een keer kijken. Super leuke winkel. Echt de moeite waard. Net als het boek. Locatie in het boek. Het was gewoon een perfecte combinatie. Dus wil je het boek kopen, dus het kaartje van Imke, www.creemtions.nl. Ze heeft ook een Facebook likepagina, Creemtions. Ook daar kan je natuurlijk even lid van worden. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Als je nog geen abonnee bent, like even de video. En ik zou zeggen, laten we Imke helpen. Deel deze video, deel het boek, deel alles. Niet de inhoud, hè. Niet de inhoud. Oh, niet de inhoud. Maar ik bedoel, deel deze video. Misschien dat het helpt. Hoe gaaf zou het zijn als er binnenkort dan een tweede druk van het boek zou verschijnen? Dat zou gaaf zijn, toch? Ik gun het Imke in ieder geval van harte. Dus kopen. Ik wens je een hele fijne dag. Hele fijne avond. Hele fijne ochtend. Hoe laat het ook is dat jij deze video kijkt. Maar vooral wens ik je heel veel genietmomenten. Dag! Oké, ik ga gelijk. Ik ga maken. Ik vind het zo leuk. Ik vind het zo leuk. Ik had veel eerder moeten doen. Veel eerder moeten doen.